Welkom bij Parels, warme verhalen uit uw buurt. Vandaag leggen we ons oor te luisteren bij... Theaterbank vooruit en wij spelen vandaag de laatste voorstelling van de Code van de Kaart in Olen. Theaterbank vooruit bestaat uit geëngageerde leerkrachten. We staan allemaal in een laag van het onderwijs. Alleen onze pianist is een psycholoog, maar die pakken we er heel graag bij. Nee, dat is niet waar. Ik heb helemaal niet gezegd dat jij mooi als De Code van de Kaart is een interactief familietheater. Wij spelen 5 vrienden. Onze vriendschap is in het begin van de voorstelling staat eigenlijk een beetje op een laag pitje, want er zijn er een aantal die wat ruzie hebben en dat is niet helemaal duidelijk waarom of hoe en wat. Op een bepaald moment gaat een van onze acteurs, Lena, op een knop drukken. Een digitaal virus gaat zich verspreiden en samen met de kinderen in de zaal moeten ze het mysterie oplossen om de code te kraken. We hebben ondertussen al gespeeld in Vorselaar, in Herentals, in Ranst en Westerlo. En eigenlijk op elke plaats gaan de centjes die we ophalen naar een ander goed doel. De gemeentes die we contacteren en de gemeentes die met ons willen samenwerken, zij kiezen eigenlijk zelf het doel waarnaar we de centjes gaan brengen. Eigenlijk. Het past op. Het werken met mensen uit het onderwijs is echt fantastisch. Zij staan open voor heel veel feedback, maar ze hebben ook allemaal een eigen mening. Dus om te komen tot het eindresultaat, het eindresultaat is altijd fantastisch. De weg ernaartoe is vaak een uitdaging. Iedereen heeft zijn mening en iedereen zal ervoor zorgen dat het een goed stuk wordt. Waar hebben we dat dan? 2-2-5-0. Mijn personage is ook de mooie domme. Dat is echt de tofste rol. En ik word daar kei gelukkig van. Fysiek ben ik daar elke voorstelling helemaal moe. Maar emotioneel en ja, je komt daar gewoon gelukkig buiten. Dit was Parels, aangeboden door Hoorcentrum Aarts. Tot donderdag na RTV Vandaag.